Dag dames en heren, het ziet er voor morgen in elk geval en ook voor zondag heel redelijk uit. In elk geval een tijdelijke weersverbetering met een nadruk op tijdelijk. Want vandaag hadden we nog veel bewolking, maar met een wat oostdraaiende wind werd de meeste bewolking weggedrukt naar het westen. Daar nog regen, terwijl in het oosten de opklaringen al tevoorschijn kwamen. Nog geen hoge temperaturen. En vannacht opklaring in een groot gedeelte van Nederland en lage temperaturen. Dus gewoon een koude nacht, maar redelijk helder wordt die. En dan morgen overdag wordt gevolgd door een droge dag in elk geval met zonnige perioden waarbij af en toe een wolk voorbij scheert. Bij een noordoostenwind die matig is en temperaturen tussen de 10 en de 15 graden. Een redelijke lentedag. Dit is de verwachte weerkaart. We hebben een uitloper van een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan en een opkomend lage drukgebied, dat komt vanuit Noord-Afrika. En dat betekent hier in het zuiden flink wat regen en bij ons die opklaring met noordoostenwind. Naar de zondag gaat het lage drukgebied iets nog wat noordelijker. En dat kan in het Ardennengebied en in het zuidoosten van Nederland misschien een buitje opleveren, maar het grootste deel van ons land blijft nog droog. We gaan eens even kijken. Morgen een hele aardige dag, zondag wat minder zon en die wind neemt ook iets toe. En daarna wat lagere temperaturen, dan wordt het ook weer wat onbestendiger. Dus het is een tijdelijke verbetering, waarbij opgemerkt dat de nachten nog steeds redelijk koud zijn. Goed weekend.